Ladies and gentlemen, a PDC tour card holder, time to welcome home the Queenslander, Gigi Gordon-Levy! And gentlemen from England, the winner of two World Series events. Time to let loose the bully boy, Michael van de eerste halve finale is bekend. Daarin gaat Joe Cullen tegen Michael van Gerwen spelen. De eerste deelnemer aan de tweede halve finalist moet uit deze wedstrijd gaan komen. Michael Smith tegen Gordon Mathers. Smith die met wat rugpijn het podium opkwam. Volgens mij kreeg hij ergens een klap tijdens de opkomst. Ja. Nou, Mathers denkt, prima, dat maakt mij niet uit. Dat kunnen we wel hebben. Ja. Dat hebben we nodig ook. Won gisteren van Fallon Sherrocker, Gordon Mathers. Mathers, ja. Ja, daar kreeg hij ook alle ruimte voor. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Hij hoefde niet heel goed te spelen om die wedstrijd te winnen. Nee, in principe verwacht je wel dat Michael Smith hier een makkelijke wedstrijd tegemoet gaat zien. En die zal dan zijn grootste gevecht in de halve finale krijgen. Inderdaad. Maar we moeten nog altijd eventjes zien hoe het gaat lopen. Want deze Mathers, je zei het al, kreeg gisteren weinig tegenstand. Maar dat, misschien dat hij vandaag met een betere tegenstander zelf ook het niveau wat op kan krikken. Het is een toolkaart houden. Nou ja, we hebben het er gisteren al over gehad. Nummer 81 op de wereldranking. Dus ja, toolkaart is ook alweer in gevaar. Ja, dan, tegenstander Michael Smith. Die is niet zo bang voor dit soort tegenstanders natuurlijk. Nou, hij weet natuurlijk wel wat het is om tegen dit soort gasten te spelen. Hij speelde zelf overigens dit jaar ook al eens op de vloer tegen Smith Mathers. Dat was in de kwartfinale van een vloertoernooi. Dat is op zich een net resultaat. Ja, Smith won die wedstrijd wel met 6-3. En dat is de enige keer dat deze twee mannen elkaar getroffen hebben. 100. Ah, en we zeiden dat Mathers niet heel erg zijn best hoeven te doen om de eerste ronde te winnen. Datzelfde gold ook een beetje voor Smith. Dat was een dodelijke wedstrijd, hè? Toch? Ja, zeker. Die won inderdaad met 6-0. Van Joe Comito, die niet echt opkwam dagen. De maffiabaas uit Australië. Inderdaad een opmerkelijke verschijning. 57. Ja, Smith die doet waar hij goed in is. Dat is mopperen. In de eerste lek al. 134. Ja, we moeten ook niet doen alsof Mathers gisteren nou slecht speelde, want dat was natuurlijk ook niet het geval. Gordon, you require 107. 7 eruit. 86 over, triple 18. Dubbel 16.
Dan zat er toch een hoop druk op die 90 hoor, voor Michael Smith. Dat was een mooi begin geweest voor de Australiër. Smith moet naar de bullseye om de eerste leg te winnen. Die zit er toch wel een aardig end vanaf. Ik een kleine snatch in die worp die ik zag. Gaat er niet vanzelf voor Michael Smith. En dus wordt het 0-1 voor Australië. Ja, het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat hij denkt van, nou ja jongens, dat eerste rondje heb ik binnen. Ik ga lekker vrij uitspelen. Alles wat ik nu pak is winst. Hij speelt eigenlijk een thuiswedstrijd, deze Meters. Hij komt uit Brisbane en dat is de hoofdstad van de provincie waar we nu in spelen. Iets noordelijker gelegen ten opzichte van Townsville. De eerste 180 van deze wedstrijd hebben we binnen. Michael Smith. En vorige wedstrijd niet één. Dat is best opmerkelijk. Het ziet er altijd zo mooi achterloos uit, zoals Michael Smith zijn darts naar het bord werpt. We gaan meteen de opgelopen schade uit de eerste leg even gaan herstellen, even terugbreken. Helpt dit niet bij. Ja, even herstellen, even terugbreken. Het is natuurlijk niet zo dat je er even voor kiest om een goede leg te gooien. Nee, maar als die volgende is, hier gooit je 180, dan verwacht je niet 42 scoren daarna. Nee. Zet hem in ieder geval onder de 100 weg hier, maar het is wederom aan Meters om het te laten zien via triple 20 en tops. En misschien staat weer op 90. Ja. Smith staat weer op 90. Gooit nu een 5. En gaat dus niet uit. En dan zou het zomaar eens 2-0 kunnen worden voor Meters. Het is 2-0 voor Meters. En het is natuurlijk maar een korte wedstrijd. Een best of 11 legs. We gaan tot de 6. En we kunnen nu al stellen dat Meters een betere indruk maakt dan gisteren tegen Van Schoot. Kijk eens even. Dit zagen we gisteren niet hoor. En Smith zal denken, wat heb ik nu aan mijn staat? Wat gebeurt hier? Ah, ik denk dat Smith het vooral bij zichzelf zoekt. Ja, maar dat was al in de eerste leg het geval. Eén slechte dart en het gemekker begon al. U kunt ons natuurlijk ook bereiken weer deze ochtend slash middag. De hashtag stond zo net eventjes in beeld. Hashtag ViaplayDarts. Dan zien we alles voorbij komen. En kunnen we reageren op de leukste vragen. En tijdens mijn verhaal bedenkt Smith dat het tijd is voor een tweede 180er. Nou, misschien nog een mooie 124 finish eroverheen. Triple 18. Bullseye. Nee, daar gaat hij niet voor. Nee, dat doet niet. Meter staat op 215, dus even eigen voor zijn geld kiezen. Maar die gaat er wel druk op zetten. Nou, lichte druk. Ja, net mis is ook mis. 115. Het wordt steeds lastiger voor meters. Maar het kan wel natuurlijk, hè? Hij gaat een pijl krijgen als alles goed is. Die gaat hij zeker krijgen op tops. Oeh, dat is een mokerslag, zeg. Dat is echt een tik op de kin voor Michael Smith. De tweede break van Meters. Middels een 115 finish. Ja, daar moet Bully Boy even van bij komen. Ja, dan moet hij wegslikken. Dan doe je het beste met een slokje water, maar... Meters is al op de helft, hè. Daar wordt het verschil gemaakt. 0 uit 4 of 3 uit 5. Ja, die heeft het gevonden hoor, vandaag. Ja, het gemiddelde ziet er misschien niet wonderlijk hoog uit.
Maar laten we niet vergeten dat dat voor de nummer 81 van de wereld gewoon een prima level is om op te zitten. Heel prima level, 94,5. En ook heel vlak, hè? Ook met zijn eerste 9 darts. Dus het is heel constant in de lek. 95. Ja, Smit staat toch weer 100 punten achter. Die moet toch echt veel beter kunnen dan dit, hè? Maar ja, we weten ook, Smit is ook een denkertje. Die gaat niet zo vaak heel goed om met dit soort situaties. Ja, jij hebt me daar gisteren een verhaal over verteld. Dat wil ik zo dadelijk nog wel eventjes het over hebben. Laten we eerst even kijken hoe deze lek tot een einde komt. Mathers gooide net 115 uit. Dit is één puntje minder, dus dan zou je zeggen, dan is het ook iets gemakkelijker. Ja, zo was het maar zo simpel. Zo blijkt het inderdaad niet altijd te werken. Nou, hier zou je weer een tik terug kunnen uitdelen. Ja, het is vaak net niet, hè. Het is vaak net onder de ijzer, boven de ijzer, naast de ijzer. 56, twee pijlen op de dubbel krijgt hij. Dat zal dubbel 20 worden. Ja, hij gaat goed op de dubbels hoor, vandaag. Ja, dit is ook echt zo eentje dat hij weet van, als deze er ook in gaat, 4-0 voor. En dan komt deze wel aan, want dan denk je toch als je Gordon Mathers heet, ik had hier 4-0 voor moeten staan. Ik stond op 75% op de dubbels en dan ga ik er even twee missen. Maar over het mentale aspect bij Michael Smith gesproken. Jij hebt al een keer tegen hem gespeeld op een WK. WK, ja. En ja, jij vertelde mij daar gisteren een grappig verhaal over. Over dat Smith van tevoren dacht van nou, dat komt allemaal goed. Ja, ik wandelde een beetje in het rond met Mark Webster en de zoon van Colin Lloyd. Waar we door de stad aan wandelen. En Webster werd gebeld door Michael Smith. En die zet hem op speaker en die Michael Smith begon, ja, maar als ik straks wereldkampioen ben, dan hoef ik nooit meer te werken. Nee, ik hoor dat allemaal. Dus ik zeg, nou vriend, dan moet je eerst in de eerste ronde van mij zien te winnen. Hij zegt, dat is een eitje. Ik kom 2-0 voor in sets op het WK. En er komt een break, dus ik maak alvast de kraanvogel. En dat zag hij. Maar hij heeft niks meer gehad. Kraanvogel, jouw overwinningsritueel, zeg maar. Ja, daarna raakte hij niets meer. En het werd dus al 3-0 in sets voor jou. 3-0 in sets. Ja. Ja, Michael Smith op de Big Fish is eigenlijk. Wat gaat mee dus doen om dit weg te zetten? Niet veel bijzonders. Ik heb toch het idee dat Mathers een beetje bezig is met het resultaat nu. Dat hij naar die finishlijn aan het kijken is. Net even wat minder dan in die eerste drie legs. Het is natuurlijk wat vroeg als je pas drie legs gewonnen hebt en je hebt er 6 nodig. Ja, maar ik kan me voorstellen dat zo'n speler toch wel denkt van nou. En vooral als je 2 darts krijgt voor 4-0. Dubbel 18 voor Michael Smit. Ja, dit mag niet, hè. Dit mag absoluut niet. Weer 56 voor mij, dus de vorige lek miste die 2 darts op dubbel 20. Herkansing. Nee hoor. Die gaat deze wedstrijd niet winnen. Dat zeg jij nu al? Ja, die gaat die wedstrijd niet winnen. Nu gaat hij er ook nog even bij staan lachen. De dubbels vallen niet meer, de trippels vallen niet meer. Ja, Gordon Mathers had inderdaad 2 keer 2 pijlen om 56 uit te gooien. Het staat nu 2-3. Het had ook 0-5 kunnen zijn. Qua kans had hij op 0-5 moeten staan. Twee weken geleden had hij nog 94 gewild. Nu staat hij gewoon naast Smit, ergens meter 80. En u ziet het ook aan de dubbels die Mathers eerst gewoon raakte als hij de kans kreeg. En in de laatste 2 legs, dat zei ik zo net, 2 kansen iedere keer laat liggen. 100. Ja, en het is niet met dank aan Michael Smit dat hij zoveel beter is gaan spelen.
die gisteren echt een stuk beter was dan vandaag. Het is nog steeds alle ruimte hoor, voor Gordon Meters. Die twee bijnamen schijnt te hebben. Ja, dat was het Gigi. Ja, inderdaad. We zagen aan het begin van de wedstrijd in beeld Gigi staan. Maar de PDC... Kijk eens. Oh, even wachten. 160 finish. Nee. Maar de PDC die verschaft ons uiteraard ook altijd wat informatie over de spelers. En die vermelden dat The Horse de bijnaam van deze Australiër is. En The Horse, dat kunnen we ook wel op zijn shirt terugzien. Dat verklaart wel wat. Zo. Nou, ja, zij is blij. Ja. Michael Smit gaat steeds gejaagder gooien. 40. We hebben misschien wel even tijd voor wat vragen. Dat is wel een leuke van Ivan. Die zegt, stel nou je moet 32 uitgooien en je gooit die dubbel 16. Maar je denkt dat je een enkele 16 hebt gegooid en je gaat daarna door met gooien. Ja, wat gebeurt? Ben je dan uit of niet? Dat ligt er aan wat de scheidsrechter heeft bepaald. De scheidsrechter called, die sluit dan leek af. Op het moment dat hij zegt game short en de leek, ja, dan stop jij eigenlijk al met gooien. Dus als de scheidsrechter het ook niet goed ziet en die twijfelt en je gooit door, ja, dan heb je no score. Dan heb je teveel, als je vlak met waarde raakt, zeg maar. Ja, dus Damon Ricky Evans bijvoorbeeld, die is heel erg snel. Hè? Ja. Dus die raakt die dubbel 16, maar die gooit dan zo snel dat de scheids misschien geen tijd heeft om... Ja, dan heeft hij te veel gescoord. Ja. Dat is een heel jammer voor Ricky Evans. Nou. Dus ik dacht dat Smit deze wedstrijd nooit meer zou winnen. Maar Smit wil wel meewerken voor hem. Hoor, om dat toch anders te doen toekomen. Het ging nu echt zorgig te worden. En dat zijn dingen die heb ik zelf ook nog nooit begrepen. Het is maar ook regelmatig gebeurd dat je heel goed aan een wedstrijd begint. 3 legs. Daarna ineens alles weg is. Terwijl ik denk van ja, wat is daar de reden voor? En dan zat er geen pauze of onderbreking tussen? Nee. Nee, dan gebeuren er toch dingen in je hoofd die invloed hebben. 86. Dubbel 16. 73. Die dubbels zijn duur voor Smit vandaag. Kost hem een hoop geld. En dan krijgt Mavers een kans om een rechtse directe uit te delen. Triple 18. En bullseye. Niet. Het zal niet. Maar veel scheelt het ook niet. En dan gaat die hartslag bij Smit toch wel weer omhoog hoor. Dubbel 16 moet erin. Dubbel 8 moet erin dan. Iets naar links. Over die eerste heen. Daar, precies daar. Ja, hij komt natuurlijk niet uit de ei, hè, Michael Smit. Hij kan echt wel wat. Meer druk kun je niet hebben op één dart. Eén dart in de hand. Kom ik 5-2 achter of kom ik terug naar 4-3? Hij moet erin. Ja, Meters die hoeft zich eigenlijk alleen maar te richten op zijn eigen legs natuurlijk. Ja, dat is het grote voordeel in deze situatie. Smit moet mee met hem. Ja, netjes hoor. Ja, jij zegt Smit moet mee, maar doe er maar eens wat aan. Als hij 140 en 180 in zijn eigen leg gooit, Gordon Meters. Dat is heel lastig. 2x140 terug. Ja, is goed. Die zouden vertekenen, dat ik lekker met 2x140 beginnen. Maar kijk eens even. Ineens heeft hij het weer gewonnen. 137. Hoe mooi om te zien hoor, dit soort spelers niet bang zijn. 130. Voor een helft darten. 44. Ja, ga maar naar die dubbel 16, want die tops, dat was het niet vandaag. 28. Net aan de verkeerde kant van het ijzerdraad, althans voor hem. En dan krijgt Smit een uitgelezen kans om te breken. En dan wil hij via dubbel 17 naar tops. Maar die weg vindt hij niet.
belangrijkste beurtje in de carrière van Meters. En die profiteert. Het is dan wel een sterk spel hoor. 13 dat lek. Goede Australiër. Die zijn gemiddelde daarmee richting de 90 ziet klimmen. Smith staat op dit moment rond de 85 gemiddeld te gooien. Dat is ondermaats. 59. Maar goed, Smith zal de 3 op rij moeten winnen. Dat is het enige wat zijn dakcarrière hier in Townsville nog kan verlengen. En als dat niet lukt, dan krijgen we een nieuwe winnaar. Althans, dit jaar van een World Series toernooi. Smith en Van den Berg waren de enigen die dat tot nog toe lukte. En als Meters deze wedstrijd wint, hebben we in ieder geval 1 lokale held in de halve finale staan. Dat is toch ook mooi, in ieder geval voor het publiek. En dat hadden we gelukkig in... 58. In Ziggo Dome. Zit hem weg op 40. Ja, Meters niet in de buurt, maar die gaat zich ongetwijfeld richten op de volgende leg die hij zelf mag beginnen. En daar moet de winst vandaan komen. Deze zal hem verder nog een zorg zijn. Zal hij niet veel illusie nog bij hebben? Dat hij met 6-3 gaat winnen. Ah, Smith, die kan echt geen dubbel kopen. Dat is onvoorstelbaar. Smith was op papier de speler die met de beste vorm hier naartoe kwam. Van zijn laatste 20 wedstrijden verloor hij er maar 5. Maar er is vandaag even weinig van terug te zien. Hoewel hij hier wel op 5-4 komt. Nu moet het gebeuren voor Gordon Meters. Prima opening. Geeft alleen maar aan dat Smith minimaal 140 moet gooien. Dat gaat niet gebeuren. Er is er niets aan de hand. Ook wel een Meters. Die blijft de druk opvoeren. Moet geen enige gaan gooien hoor. Knap hersteld wel. Ja, dat is een mooi antwoord. Dat is een mooi antwoord. Een hele belangrijke 180 op een fantastisch moment. Je bent nog niet dominant in die leg, maar nu ligt de druk bij Meters. Die moet trippels gooien nu. Die van meer dan 1, hè. Dat is maar 41 puntjes verschil. Michael Smith het nu voor elkaar weet te krijgen om een trippel erbij te gooien. En dat lukt niet. En dan is dat initiatief wat hij met die 180er binnen dreigde te halen. Toch weer voor Meters. Maar die moet nu natuurlijk ook nog maar een leuke finish overzien te laten. Ja, die begint ook te bibberen. Die heeft 1 triple nodig voor zijn finish, waar Smith er 2 nodig heeft. De eerste is binnen. De tweede ook, bullseye. Kans 1 op de break is verkeken, maar misschien mag hij nog terugkomen. Meters op 135. Het is wel voor de wedstrijd. Dan beginnen we op de pool. Maar als dat al niet lukt, dan is de finish weg. Dan moet je even gaan rekenen. 64 in mijn rekenboek. 87. Slacht er 4 erover. Nou, Smith, ik weet dat de dubbels heel duur zijn vandaag, maar ja, er is geen buts. Ja, dit is het verhaal van Michael Smith zijn wedstrijd. En net als hij ze nodig heeft, vallen ze niet. En dan komen hier 2 matchdarts aan voor Gordon Meters op tops. Die zit er een heel eind boven. En die zit er een heel eind onder. Het was al niet zijn dubbel. 2 keer op 56 miste hij er 2. Nu op 48 miste hij er 2. Maar ja, Michael Smith. Nee hoor. Al geef je hem een cheque van 500.000 pond. Hij weet niet waar hij ze kopen moet. En dan is het klaar. Dan denkt Gordon Meters. Dan raak ik die dubbel 10. Dit is de vrouw van Gordon Meters. Familie van Gordon Meters is in ieder geval heel erg blij met de overwinning. Van de Australiër, de lokale held, gaat door naar de halve finale. En dat betekent toch de verrassende exit al in de kwartfinale van Michael Smith.